Goedemorgen, het is zaterdag en het is volgens mij heel erg koud, want het is wit op de daken. Dus, maar we zijn aangekleed. Boodschappen. Ja, en daarna misschien naar de voetbal, maar even kijken hoe koud het is, ja. We lopen even snel op het voetbal. Gaat al een telefoon. Opeens. Zijn we even belangrijk? Dat is mijn huisbund. Ja. Waar ben je nu? Hallo. Ellie zit weer in de auto. Ik moest even met mijn hubby bellen. Maar die kwam al tegemoet lopen. Dus wij gaan nu naar huis. We gaan eten. Kachel aan, want het is echt koud. Het is maar 3,5 graden. Dat trek ik echt niet. Nou, ik trek het wel, maar ik vind het gewoon koud. Beppie. Hallo. Hallo. Ik ga even racen rennen. Dus wij gaan weer tuffen naar huis. Het huis is opgeruimd, schoongemaakt. En ik ga het nou lunch maken. Even een makreel ontleden. En een beetje sushi maken. Nutri is weer bijgevuld. Een ontplofte ijskast. Oh my god. Hebben jullie ook zoveel troep in de ijskast staan? Gek van. Je blijft toch ruimen. Zo ruim je mij voor. En zo zat er een bom vol. Fijn. We zijn met eten bezig. Kippenpootjes. Kipsleetjes. Met een bak sla. En misschien een paar apeltjes van ras. Ik heb nog gebakken apeltjes over. Of gebakken apeltjes over. Ik moet nog even apeltjes bakken voor daar. Dan kan nog rot die apels over. Vindt ze wat lekker. Dus die bakken we op. Ik verveel me eigenlijk echt de kleurs, jongen. Schermpje omhoog, kun je maar echt zien. Ik verveel me eigenlijk echt. Kaarsje aan. Vandaag hebben we groen licht. Het is gauw weer, jong. Het is koud. Ja, het kacheltje staat lekker aan, dus ik ga lekker even op de bank zitten, denk ik. Ja, kopje thee erbij. Dat gaan we doen. Zo, Rasje en ik hebben gegeten. Een drama. Ja. Ik word gewoon echt depressief na het eten. Werkelijk wel. Ik had lekker kip, ik had lekker sla. Pjoe. Weg. Why? Maar goed. Ik ga op mijn hubby en een ander kind wachten. Die zijn gewoon nog niet thuis. Die zijn vanmorgen om 9:30 de deur uit gaan, 9:15. Het is nou 5:05. Mogen we niet meer in? Nee, ze eten makkelijk. Het is frituur voor hun op zaterdag. Het is lekker makkelijk. Dus dan gaan we maar wachten. Ik heb niet veel vlogmateriaal vandaag.
Nee. Nee. Morgen ook niet. Nee, morgen hebben we niet veel te doen. Ik weet niet wat voor weer op morgen wordt. Misschien even lekker met z'n viertjes weg of zo'n uurtje. Ik heb wel zin in. Komen ze. Het is tijd om af te sluiten. Ja. Wat ik eerder aangaf, ik had niet veel te vloggen. Nee. En morgen ook niet. Dus het wordt lekker boring. Maar misschien morgen mijn nagels lakken. Maar ja, dat verhaal dat heb ik jullie wel vaker verteld. Nagels lakken en 3 weken later gebeurt het pas. Maar ik heb nog een nieuw lakje staan van Catrice van de Caviar. Donker kleurtje. Dus die wil ik wel even proberen morgen. Ja. Dus, nou, Ronan Nieuws hebben we naar Kijkduin. Er was dus met een vriendje weg. En ik ga het even lekker beneden opruimen. En dan ga ik lekker in mijn warme bedje, want het is koud. Echt koud. Lang leven elektrisch bed. Och. Dus, hey, bedankt voor het kijken. Als je nog niet geabonneerd bent en je wil je abonneren, even klikken ergens op mijn gezicht. En tot morgen. Bedankt voor het kijken. Doei!